Op 11 september 2001 boorden twee vliegtuigen zich in het World Trade Center in New York. The top floor is collapsed down. Volgens de Amerikaanse overheid zit de terroristische organisatie Al-Qaeda achter de aanslag. Maar daar denkt niet iedereen hetzelfde over. Ik denk dat Amerika er niet genoeg aan heeft gedaan om het te stoppen. Ik denk dat Amerika het zelf heeft gedaan. Ik denk dat er daarnaast nog wat stinkende zaakjes omheen gebeurd zijn. En zij zijn niet de enige. Uit dit onderzoek blijkt dat van de 1300 geïnterviewde mensen 1 op de 3 denkt dat Amerika zelf achter die aanslag zit. Ja, complottheorieën dus. Het hele internet staat er vol mee. En in deze video gaan we jullie vertellen welke 3 theorieën jullie het meest geloven en hoe zo'n theorie nou eigenlijk ontstaat. You got that power over me. We beginnen bij het begin, bij het woord complot. Dat is namelijk het Franse woord voor wat wij samenzwering noemen. Een geheime groep mensen willen samen een bepaald doel bereiken. Wat weten jullie van complottheorieën? Niks. Wat is complottheorie? Complottheorieën? Er is wel een spel, Area 51 of zo. Tijdverspilling. Ik vind het zelf een beetje onzin dat Area 51 en met die aliens. Ja, ik heb mensen horen zeggen dat de aarde plat is. Onzin. De een vindt dat Area 51 weer interessant en de andere vindt kookvideo's weer interessant. Ja, zo heeft iedereen zijn eigen ding, toch? Een complottheorie is een theorie waarin mensen twijfelen of een bepaalde gebeurtenis wel is gegaan zoals wordt verteld door de overheid, door de media of bijvoorbeeld door je school. Denk aan Area 51. Sommige mensen denken dat Amerika daar onderzoek doet naar UFO's en aliens. And hopefully seeing some of those UFO's they see out here all the time. Anderen denken dat Amerika vanaf daar het weer beïnvloedt. You see that cloud over there? Right there, on the other side of that mountain range right there, is Area 51. Voordat we dus gaan kijken hoe zo'n theorie ontstaat, duiken we eerst in een paar van dat soort complottheorieën. We vroegen aan jullie in welke theorieën jullie het meest geloven. En natuurlijk kwam Area 51 vaak voorbij, maar er waren ook een aantal andere die veel werden genoemd. Bijvoorbeeld de maanlanding. 2-1-0, all engines running. 50 jaar geleden stonden astronauten voor het eerst op de maan. It's one small step for man. Dat werd live uitgezonden op tv en deze foto ken je waarschijnlijk wel. Toch geloven veel mensen niet dat dat echt is gebeurd. Hi, I'm Matt and I don't believe we landed on the moon. Ze vragen zich bijvoorbeeld af waarom de vlag wappert terwijl er geen wind is op de maan en waarom er geen sterren op de beelden te zien zijn. Dat vond deze astronaut die op de raket zat niet zo leuk om te horen toen iemand dat recht in zijn gezicht zei. You're a coward and a liar and a thief. Maar ook de Illuminati werd vaak genoemd. Een klein groepje mensen zouden macht over de hele wereld willen hebben. Ze zijn te herkennen aan symbolen, piramides bijvoorbeeld, en een alziend oog. Ik denk dat ze hun ziel hebben verkocht aan de duivel in ruil voor rijkdom. Hij zou erbij horen en zij ook. Maar ook artiesten als Beyoncé en Taylor Swift zouden zich bij de groep hebben aangesloten. She is actually a clone of a woman named Xena. En als een artiest er dan uit wil, dan kan dat niet, denken sommige mensen. Dan worden ze vermoord, zoals gebeurd zou zijn bij Michael Jackson en Tupac. Maar de meeste alternatieve theorieën gaan over 9/11. 9/11 theories are what got me into conspiracies. Ik denk dat Amerika het zelf heeft gedaan. Dat het niet alleen maar die terroristen geweest zijn met de 4 vliegtuigen. I definitely believe there were bombs. I mean, come on. Ja, ik twijfel gewoon aan de manier waarop de gebouwen in zijn gestort. Er zit gewoon heel veel gaten in het verhaal. Sommige camerabeelden missen ook. En heel veel wordt geheim gehouden als reden om in oorlog te kunnen gaan met een ander land. Na 9/11 zijn er enorm veel oorlogen in het Midden-Oosten gebeurd. En daarom zijn ze zeg maar Afghanistan binnengevallen. Maar we kregen van jullie ook theorieën terug die soms net iets minder gangbaar zijn. Ja, zo zouden de meest invloedrijke mensen ter wereld, onder wie ook Beatrix, reptilians zijn. Een soort wezens met het lichaam van een mens, maar met de ziel van een reptiel. Of bijvoorbeeld Pizzagate. Die theorie die begon toen e-mails van de Democratische Partij in Amerika uitlekten. En in die mails wordt gesproken over een avondje in een pizzatent waarin geld opgehaald zou moeten worden voor de campagne van Hillary Clinton. Maar complotdenkers denken dat dat avondje en dat die pizzatent eigenlijk een dekmantel is voor een heel groot netwerk van kindermisbruikers. En er is zelfs een man naar binnen gerend met een machinegeweer omdat hij dat ook geloofde. Dit soort theorieën zijn er dus echt in overvloed. En wij waren benieuwd hoe zo'n complottheorie nou ontstaat. En daarom ging jij langs bij iemand die er alle verstand van heeft, omdat hij er onderzoek naar heeft gedaan. Je ziet eigenlijk dat bij grote, heftige gebeurtenissen zoals de 9/11, dat er vaak redenen zijn om te twijfelen aan het officiële verhaal, waarbij er gewoon een soort van vage dingen gebeuren.
Die de autoriteiten niet op een goede manier in het eerste instantie weten te verklaren. You gave an interview the other day in which you said you've been briefed on unidentified flying objects. Are they real? Well, I don't want to really get into it too much, but personally, I tend to doubt it. En er is volgens Jaron nog een reden waarom complottheorieën zo populair zijn. Wat je op dit moment ziet in onze samenleving, in de westerse samenleving, is dat die complottheorieën inderdaad heel erg veel samenhangen met wantrouwen naar onze instituties. Dat mensen eigenlijk niet meer goed geloven wat die zeggen. En onder die instituties vallen bijvoorbeeld de overheid, maar ook wij als media. En daar is elk jaar een lijstje van hoe dat zit met vertrouwen. En daar staan wij hier, redelijk onderaan dus. Niet meteen wegklikken, ook op school wordt er soms getwijfeld aan wat je aangeleerd krijgt. En dat is niet alleen lastig voor jullie, maar dat kan ook lastig zijn voor je docent. Voor bijvoorbeeld Halil. Hij krijgt regelmatig vragen van leerlingen over dit soort onderwerpen. Dus als een klas bijvoorbeeld feiten ontkent, dan hoor je wel eens van collega-docent die zegt, ja, zo kan ik geen les geven. En als jij met traditionele bronnen komt, zeg maar wat, zoals de NOS of wat dan ook, dan disqualificeert zo'n jongere vaak dat ook door te zeggen, ja, maar die bronnen zijn sowieso van die en die media, dus die geloof ik sowieso niet. 2 jaar geleden werd er een vragenrondje gedaan bij docenten maatschappijleer en daaruit bleek dat 80%, dus 4 op de 5 docenten, het wel eens oneens was met leerlingen over bepaalde feiten. Dat komt volgens Halil vooral door social media. Positief is dat ze heel veel toegang hebben tot heel veel informatie waar ze misschien voorheen niet bij konden. YouTube, internet. Bekende YouTubers zoals Shane Dawson. Forums. Wikipedia. Vrienden. Maar ook gewoon nieuws. Alleen het negatief is dat ja, het is ongefilterd. Dus ze krijgen ook dingen te zien ja, die niet kloppen, die verzonnen zijn. De groep mensen die zich bezighoudt met complottheorieën bestaat eigenlijk uit 2 delen. Er is een klein groepje met mensen die echt diehard zijn, super fanatiek, alles uitzoeken en van hoed en rand weten. Maar eigenlijk is het grootste groep mensen zijn mensen die denken, ja, ik geloof dat er niet helemaal iets klopt met deze gebeurtenis, maar ik weet niet wat, dus ik hou alle opties open. Het is in ieder geval wel opvallend dat er staat dat vooral jongeren zich ermee bezighouden. Ja, kijk, waarbij ik denk jongeren vooral ook bezig zijn met een soort van de fun side of it. Dus het spannende, detective-achtige van wat zou er echt aan de hand zijn. Oh my god, I love this one! Keanu Reeves is a vampire! Maar ook zie je dat die voor jongeren, ja, die willen zich afzetten tegen de gevestigde orde, tegen hun ouders, tegen de docenten. Dus wat is een betere manier om te zeggen van ja, jouw waarheid is niet de mijne en ik hoor niet bij jou. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar waar ik net over vertelde, over die pizzatent en waar die man toen naar binnen kwam rennen als schietend, dan lijkt me zo'n alternatieve theorie me ook best wel gevaarlijk. Ik denk dat als complottheorieën echt een bepaalde bevolkingsgroep uitsluiten en aanwijzen als de daders achter al het kwaad in de wereld, dat dat heel erg gevaarlijk is, omdat je dan allerlei ja, nare dingen kan verwachten. In de kern zijn jongeren vragende, ze zijn zoekende. En ik stimuleer een onderzoekende houding juist heel erg in de klas. Ik denk dat we dat willen als maatschappij, dat jongeren onderzoekend zijn, leergierig zijn. Blijf dus kritisch, is goed voor je. Bedankt voor het kijken, we checken je een volgende keer en drop in de comments nog even je ideeën voor een volgende video. En vergeet niet te abonneren. Doei! Doei.